Wie heeft er zin in Kids Church vandaag? Goed zo. Bij een nieuwe Kids Church. Laten we eerst onze God aanbidden met onze Kids Worship. Soms lijkt de wereld zo donker en kijken mensen zo somber. Maar u geeft blijdschap en die is voor iedereen. Soms zie ik kinderen huilen, bij u mogen ze schuilen. Want u geeft blijdschap en die is voor iedereen. U zei dat wij het licht in de wereld zijn. Open liefde schijnt, de duisternis verdrijft. Hey, we gaan door, want die liefde schijnt als een lichtje voor de wereld. Kom op, we gaan, doe je lampen aan. Ja, we staan stevig op de rots, u heeft alles gedaan. Ja, we willen doen wat u doet, want u maakt alles weer goed. Wij staan in het licht, licht, prikken door de duisternis. Mis, anders als het donker is, is, schijnen wij niet verder. Als een geen illusie, er wordt even dans. Lampen aan, ja we staan. Zeker op de rots, u heeft alles gedaan. Ja, we willen doen wat u doet, want u maakt alles weer goed. Wij staan in het licht, licht, breken door de duisternis, mis. Telkens als het donker is, is, schijnen wij het felle licht. Jezus is ons licht, licht, sterker dan de duisternis, mis. Want alles wat nog donker is. Oh,
zijn schaduw te donker voor hem. Ik heb hoop, hoop op eerlijkheid.
Jezus de hoop in mij. Wauw, wat was dat geweldig zeg. Wat mooi dat we zo'n mooie kids church hebben. En ik heb straks nog een verrassing, want we hebben nog iets nieuws. Maar laten we eerst bidden om te danken onze God. Dank u wel, Vader, dat u zo goed bent. En dat u keer op keer weer voor ons klaarstaat. Zodat we vrij zijn en kunnen genieten van dit leven. Dank u wel dat u zo liefdevol bent. En als het soms wat moeilijk is, dat u bij ons bent. En dank u wel dat wij zo'n mooie kidschurch mogen hebben. Dat we keer op keer u weer beter kunnen leren. En uw liefde nog meer kunnen ervaren. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. En ik had al eigenlijk wat bijzonders aangeboden. Want we hebben wat nieuws. Want wij zijn zo overtuigd hoe goed het bidden is. Hè? Bidden is eigenlijk praten met God. En als wij iets vragen aan God, dan gaat hij het regelen voor jou. En daarom hebben we wat nieuws verzonnen. Tegenwoordig, nou ja, sinds nu eigenlijk, want dat is natuurlijk nieuw, kan je je eigen gebedspunt insturen. Dan mogen jullie thuis, de kinderen hier ook in de zaal. En niet alleen de kinderen mogen dat, maar ook de ouders als ze dat willen. Zodat wij daar als kerk met elkaar voor kunnen bidden. En waar stuur je dan die gebedspunten naartoe? Die stuur je naar kids@clcdenhaag.nl. Dus heb je iets van, nou, dat wil ik graag. Stuur het in, zodat we er met als kerk ermee voor kunnen bidden. En ik weet dan zeker dat God daar hele bijzondere dingen mee gaat doen. En dus stuur het op, zodat we met elkaar kunnen bidden. En zodat we steeds verder met God onze reis kunnen maken en mooie dingen mogen genieten. En dan gaan wij nu snel door naar het volgende onderdeel. En ik zie al dat ze klaarstaan. En volgens mij wordt het weer heel spannend. Het is een van mijn favoriete onderdelen ook. De battle. Laten we snel doorgaan naar Rick en Chanel. Yes, yes. Heel erg bedankt, Erwin. We gaan namelijk weer een super toffe battle doen. Nou, Chanel, kan jij vandaag even de battle uitleggen? Uitleggen kan. Voordoen is een beetje lastig. Wat we gaan doen, je hebt een beker en een ballon. En de bedoeling is dat we de bekers gaan opstapelen. Rick, doe het even voor wat het idee is. Je blaast de ballon op. Laat hem vallen. En dan doe je het bij het volgende beker, totdat alle bekers opgestapeld zijn. En dit idee komt trouwens wel van een ouders. Als ooit ouders leuk idee hebben voor battles, laat het gewoon weten. Hè? Want dan zijn we helemaal open voor. Ja, inderdaad. Dus Chanel, jij weet de namen wie allemaal hierheen mogen komen. Yes. Eerst Abigail en Kishena. Kom maar. Kom erbij. We gaan even onze ballonnen eruit halen. Dus het is de bedoeling dat jullie een ballon pakken. Is het plot? Ja, en top. Dan ga je dus beginnen met het ene bekertje. Die stapel je helemaal naar rechts op. En dat ga je dan bij elke beker doen. Totdat je alle bekers op één stapel hebt. Yes. Wie dat als eerste heeft, heeft gewonnen. Ja, ik zeg van step, rek alvast een beetje je ballon uit. Want je weet vaak, hè, is vaak een beetje stroef in het begin. Goed zo. Kijk, doe maar even één keer opblazen al. Voordat je begint. Dat die een beetje gerekt is. Ja, hij doet het. Kijk, hij doet het. De batterijen zijn er klaar voor. Oké, 3. 2, 1, go! En moedig ze vooral ook lekker aan, hè? Oeh. Je moet. Ja, bijna. Goed zo! Oeh, ze gaan heel goed. Abigail. Gaat echt. Oeh, bijna. Hou hem vast. Oeh. Oh. Kom, volgende we kunnen het. Shayna, Abigail. Oh, ze gaan wel heel erg gelijk op. En de laatste. Nog eentje. Applaus. Oh, Abigail, maak hem even af. Doe maar. 1, 2, 3. Ja. Je kan het. Je kan het. Nog eentje. Oh. Ja. Applaus. Goed gedaan. Goed gedaan. Neem lekker je ballon mee. Neem je ballon mee. En gaan we lekker. Dan heb ik sowieso alvast Jada Lisa. Kom maar hier. Wie durft het op te nemen tegen Jada Lisa uit de zaal? Iemand? Ik zie daar meteen een vinger met een wit shirt aan. Meisje met lang haar. Ja, kom maar. Goed bezig. Pak alvast kom erbij. Een ballon erbij. En wat is je naam? Is een mooie kleur. Naomi. Naomi en Jada Lisa. Luister maar Naomi. Is de ballon uit Naomi? Gaan we vast achter bij Rick staan? Of Jalisha naar Rick, ja, mag jij hier achter staan? Die kant? Ja, dat iedereen goed kan zien. Blazen ze vast even één keer op. Alvast.
Of rek hem nog even uit. Kom op. Ja. Goed zo. Zijn we er klaar voor? Oké. Okay. Okay, in 3, 2, 1. Let's go. Start. Let's go. Oeh. Kijk. Hey, daar is de eerste. Het gaat goed. En oprecht, ik heb het geprobeerd. Ik kan het dus niet. Nee. Dat is de grap. Snel lukt het maar niet. Lukt het niet. Oh, daar is het. Yo. Naomi. Oh, Naomi moet er nog eentje ook. Oh. Woe, goed zo. Goed gedaan. Helaas. Hey, top. Neem lekker je ballon mee. Neem je ballon mee. Hey, we kunnen eventueel nog twee kinderen doen als die er zin in hebben en dat het aandurven. Zijn er twee kinderen die ik zie daar naast daar? Yes, ja, die. Ja, kom maar. Dat is één. En ja, kom maar. Moet goed kijken, want het is niet heel vaak goed zaallicht. Oké. Mag ik jouw naam? Hoe heet jij? San Pedro. San Pedro, ja? En jij bent? Twan. Twan, oké. Okay. Mogen we aan die andere kant gaan staan? Je hebt nog groen of oranje inderdaad. Als jij hier gaat staan. Oké, okay. Rek hem even uit. Blaas hem even op. Kijk. Ja, ze doen het, ze doen het. Ze kunnen in ieder geval ballonnen blazen. Dat is goed. Ja. Zijn we er klaar voor? Tel hem af. 3, 2, 1. Start. Jullie kunnen het. Ja, kijk eens. Oh, tactieken. Je mag ook terug gaan zitten. Ja. I feel. Ik vind het toch knap dat hun het wel kunnen. Dat het mij net niet gelukt is bij testen. Ik snap het niet. En Twan heeft ook de eerste. Nou, dit is echt knap hoor. Echt top. Oeh, het gaat goed, gaat goed. Nou, Twan, maak hem even af. Kom op. Je kunt het. Nog eentje. Nog eentje, de nog eentje. Nog eentje, de laatste. Yes, helemaal heel goed. Top. We hebben nog één ronde de tijd. Nog één ronde. Jullie mogen ballon meenemen, jullie mogen gaan zitten. Zijn er nog twee kinderen die het aandurven? Kjell, kom maar. Is er nog iemand? Eén iemand die durft? Nog één hand? Anders weet ik ook nog één iemand die heel goed heeft. Oeh, ja. Ik denk namelijk dat Wacht. Ik hier heel goed. Daar. Oh, daar. Ja, kom maar. Kom maar bij. Ja, kom maar bij. Ja, want anders Maaike, anders was jij. Ja, tegen mij. Nou ja, maar dan. Dat is. Dat is grappig. En hier is de laatste van Kijk eens. Wat is je naam? Noël. Noël tegen Kjell. Oké, blaas de ballon één keer op. Blaas hem even op. Ik kan het even anders even uitrekken, je ballon. Goed zo, even blazen. Blazen, hard blazen. Kijk, dat gaat goed. Okay. Ja, klaar voor Kjell ook? Rick, tel hem af. Ja. 3, 2, 1. Let's go! Hard blazen. Ja, heel goed, Kjell. Jullie kunnen het! Goed bezig! Het is wel lastig. Ik vind het ook heel moeilijk. Het is best wel lastig natuurlijk. Ja. En als je thuis zit, probeer het ook lekker na met een ballon en een paar bekertjes. Kijk wel uit dat het geen harde bekertjes zijn, want dan gaan ze kapot. Ja, ja. Hoe ben ik jou? Hard blazen. Goed zo! Ja, het wordt hoger. Het zaapportek was hoger, dus ook moet je met lengte... Weer even op adem te komen soms. Ja, hoe? Dat ik opeens naar achter valt. Het voelt zo goed om met vrienden. Ja! Nou, top! Applaus! Kjell? Ja, ook goed gedaan, Kjell. Helemaal top. Jullie mogen lekker naar je plek gaan met de ballon. Neem je ballon mee thuis. Dan kan je het ook gewoon proberen als je ballon hebt en bekers. Leuk om tegen je moeder of tegen je vader te proberen. Echt. Ja. Echt leuk, ja. Ja, heel leuk. Dan gaan we nu door naar het volgende. Want we gaan namelijk luisteren naar Esra. Want die heeft een supermooi woord voorbereid. Oeh, interessant. Welkom, Esra. Nou, wat een superleuke battle. Hey, en ik heb een vraag aan jullie. Ik ben benieuwd, heeft iemand wel eens iets tegen jou gezegd wat je dacht, nou, dat kan ik eigenlijk helemaal niet geloven? Iemand vertelde zo'n mooi verhaal en jij dacht, nou, ik weet het eigenlijk niet hoor. Nou, ik had dat wel een keer, ik was 10 jaar en ik wilde heel graag een hondje.
En ik vroeg elke dag aan mijn vader en moeder, pap, mam, alsjeblieft, mag ik een hondje? Dan ga ik elke dag de vaatwasmachine leegruimen. Ik zal mijn kamer opruimen, echt. Dat heb ik 2 jaar lang volgehouden. En toen ik 12 jaar was, zei mijn vader opeens, Ezra, vandaag gaan we een hondje kopen. En ik dacht, nou, misschien maken ze wel een grapje met me. En we gingen in de auto daar naartoe. En pas toen we aankwamen bij de winkel, toen pas geloofde ik dat ik echt een hondje ging krijgen. Toen pas toen ik het zag. En ik heb 3 beweringen vandaag. En ik wil van jullie graag weten of jullie het geloven of ik wanneer ik dat zeg. En de eerste bewering is, ik heb hier een lucifer. En geloof je het als ik zeg dat ik deze lucifer kan weggooien en dat ik hem kan oppakken zonder te bukken? Nee, ik hoor daar al iemand, nee, dat geloof ik niet. En ik hoor een paar kinderen, ja. Ik heb nog een bewering. Ik heb hier 6 muntjes. Geloof je het als ik het zeg dat ik de helft van de muntjes kan verdwijnen, laten verdwijnen zonder ze aan te raken? Nee, natuurlijk niet. Geloof je het niet, want ik kan alles zeggen wat ik wil. Zal ik het dan maar, willen jullie het zien dat ik dat kan? Ja, jullie willen het graag zien. Oké, ik heb hier de lucifer. Ik ga hem gooien, ja? Eerste rij, let op. En, oké. 3, 2, 1. Huh? Ik heb hem weer in mijn hand. Kunnen jullie hem zien? Hij is heel klein. Nog een keer, ja? Ik ga hem nog een keer gooien. 1, 2. En, ik heb hem weer in mijn hand. Ja, joh, hij zit gewoon aan mijn vinger geplakt. Maar je wilde het wel heel graag zien, hè, voordat je mij gelooft. En ik heb er hier nog één. Ik heb die muntjes. Ik doe er even een deksel op. Zo, moet ik even goed doen, anders vallen ze eruit. Gaan we hem 3 keer omdraaien. Tellen jullie mee? 1. Oh, 2. En 3. Nou, ze zijn er niet uitgevallen, hoor. Maar kijk eens. Het zijn er nog maar 3. Ja, zou ik het maar vertellen? Ik heb ze hier vastgeplakt. Daardoor kon het. Maar weet je, soms kan je iets zeggen en dan denk je, ja, ik wil het eigenlijk eerst zien voordat ik het geloof. En de afgelopen weken hebben we het gehad over Pasen. He, Jezus die ging aan het kruis en hij stond op uit de dood. En Jezus had discipelen, zijn vrienden. En die gingen altijd met Jezus mee. En Jezus bad voor mensen en de blinde mensen konden zien. En de mensen die ziek waren, werden beter. En toen was Jezus gestorven aan het kruis en in het graf gelegd. En de discipelen waren verdrietig, want die wisten toen nog niet dat Jezus was opgestaan. En ze waren bij elkaar en toen opeens was Jezus bij hun. En ze zagen Jezus en ze dachten, Jezus heeft wel gezegd dat die zal opstaan uit de dood. Maar eigenlijk begrepen we het niet helemaal. Maar nu we het zien, weten we dat het echt is. Maar 1 discipel was er niet bij. Weten jullie nog wie dat is? Ja, wat goed! Ik hoor daar iemand roepen, Thomas! Want alle discipelen waren bij elkaar en die hebben Jezus gezien, maar Thomas niet. Dus de discipelen renden naar Thomas toe en zeiden, Thomas, Thomas, we hebben Jezus gezien. Hij leeft echt. Maar Thomas die zei, nee, nee hoor, dat geloof ik niet. Ik geloof het pas dat Jezus echt leeft als ik de gaten van de spijkers in zijn handen kan zien. En als ik het met mijn vingers kan voelen en ook toen die geprikt was in zijn zij, dat wil ik ook graag zien en voelen. En dan pas geloof ik dat jullie verhaal echt is. En zo ging er een week voorbij. En Thomas die geloofde het na een week nog steeds niet, want hij had het nog steeds niet gezien. En toen waren de discipelen weer bij elkaar. En Thomas was er nu ook bij. En Jezus was er ook bij. En die wist dat Thomas dat had gezegd. En Jezus zei, rustig maar, ik kom in vrede. En hij keek naar Thomas en hij zei tegen Thomas, Thomas, kijk eens naar mijn handen.
De gaten van het kruis zitten nog in mijn handen, voel maar. En ook in mijn zij, raak het maar aan. En Thomas, wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas zag Jezus en hij raakte de wonden aan en hij was zo ontzettend blij, want het was echt. Hij kon nu Jezus met zijn eigen ogen zien. En toen zei Jezus tegen Thomas, Thomas, omdat je mij gezien hebt, geloof je. Maar de mensen die mij niet zien en geloven, die zullen al helemaal gelukkig zijn. Wat een mooi verhaal, maar ook wel een beetje moeilijk. Er gebeurt zoveel. En we kunnen heel veel leren van dit verhaal, maar ik wil er eigenlijk twee dingen even uithalen. En dat is dat ik niet perfect ben. Jezus weet dat. Jezus weet ook dat jij niet perfect bent. En dat je echt af en toe foutjes gaat maken. Want wat ik zo bijzonder vind aan dit verhaal, is Thomas gelooft hem niet. En eigenlijk dacht ik soms wel eens, nou, Jezus zal wel heel boos worden op Thomas. Maar Jezus wordt helemaal niet boos op Thomas. Hij is juist heel erg lief. En in de Bijbel gebeuren er zulke bijzondere verhalen. Weet jullie nog met kerst dat er een engel verscheen en die zei tegen Maria, je gaat een kindje krijgen. En Maria was, nee joh, dat kan helemaal niet. En weet je nog Mozes? Mozes moest een heel volk, een hele grote groep mensen moest hij naar een nieuw land brengen. En Mozes zei, nee hoor God, nee, dat kan ik niet. De mensen gaan niet naar me luisteren, want ik kan niet zo goed praten. Maar weet je wat zo mooi was aan deze mensen? Ze twijfelden. En dat was misschien niet zo mooi. Maar het mooie is dat hun geloof was veel groter dan de twijfel die ze hadden. Zo, dat is knap als je wel eens twijfelt, maar dat je geloof daarna groter is. En weet je, misschien denk je wel eens, ik mag niet twijfelen. Maar ik denk dat als je geloof groter is dan je twijfel, dat God heel erg trots op jou is. En het tweede ding wat we kunnen leren, is dat Jezus zegt, gelukkig zijn de mensen die niet zien en toch geloven. Gelukkig zijn de kinderen die mij niet gezien hebben, maar toch wel in mij geloven. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb Jezus nog nooit gezien. Niet bij mij in de... Nee, ja, jij ook niet. Hij komt niet bij mij in de woonkamer. En ik zie hem wel eens op tv en in boeken, maar ik heb hem nog nooit echt met mijn eigen ogen gezien. En weet je, toch geloof ik dat Jezus echt is. En dat de dingen die hij heeft gezegd echt waar zijn. En dat is soms best wel moeilijk, want als je dingen kan zien, dan is het heel makkelijk om te geloven dat het echt is. Maar als je het niet kan zien, is dat soms iets moeilijker. En dat is eigenlijk hetzelfde als met de lucht hier om ons heen. Met de zuurstof. Ik kan het niet zien, maar ik adem het in en het houdt mij in leven. En dat is ook zo met Jezus. Ik zie hem niet, maar ik weet dat Jezus altijd bij mij is. Want dat heeft hij gezegd. En dat houdt mij in leven. En gelukkig heeft God ons iets gegeven. Wat heeft God ons gegeven wat we altijd kunnen lezen? Ja, heel goed. De Bijbel. En in de Bijbel staat wat God heeft gezegd. De beloftes die hij voor ons heeft. En dat hij heel erg veel van ons houdt. En door de Bijbel te lezen en door te bidden en naar de kerk te gaan, met elkaar te dansen en te aanbidden, dan kan ons geloof veel groter worden. Dus als we dan een keer een beetje twijfelen, dan kunnen we bidden, we kunnen er met elkaar over praten. En dan wordt ons geloof groter dan het beetje twijfel dat we hebben. Oké. En ik denk dat als jij dat kan, dat je echt een supergoeie winnaar bent. Een overwinnaar bij die groter geloof heeft dan twijfel. Zullen we daarvoor even bidden? Lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor uw Zoon, voor Jezus aan het kruis. Dat hij voor mij en voor ons allemaal is gestorven, Heer. Dank u wel dat u een goede God bent. En een echte God, Heer, die leeft en die bij ons is. We kunnen u misschien niet zien. Maar wilt u ons helpen te geloven dat u er voor ons bent. Elke dag, elke week, bij mij en bij iedereen. Dank u wel, Heer. Amen. Oké. Gaan we nu iets heel leuks doen.
Want volgens mij staat professor Explosie klaar. Dus ik ga mijn helm opzetten, want je weet het maar nooit met hem. Ja, dat is toch wel handig als je zo'n laboratorium hebt wat je gewoon zo eventjes kan verplaatsen. Hè? Ja, nou dan zijn we zomaar in het laboratorium van professor Explosie. Welkom allemaal kinderen. Ja, je ziet het is een beetje feest nog steeds. We hebben heel veel verjaardagen gehad in ons laboratorium de afgelopen tijd. Zelfs de koster, die was nog jarig. Die is 50 geworden vorige maand. Nou ja, dat zou je toch niet denken dat zo hard gaat. Maar dat geloof je bijna niet, maar hij is 50 jaar geworden. Die brave man. Nou, gelukkig ben ik nog niet zo oud hoor. Dus, ik zag, ze waren ballonnen aan het opblazen. En ze waren daar zo druk mee bezig. Nou, dat is een gedoe man, dat blazen. En dan klapt hij in je gezicht. Nou, dat is niks. Ik dacht, weet je, we gaan een methode bedenken. Dat je die ballon niet hoeft op te blazen met je adem. Maar dat je het gewoon op een andere manier doet. Bijvoorbeeld door twee stofjes samen te stoppen in een fles. En als die stofjes dan zo'n ruzie gaan maken met elkaar, dan krijg je een heleboel gas. Nou, dan wordt die ballon vanzelf opgeblazen. Makkelijk toch? Dus dat was wel even gedoe hoor. Want dan knalde een ballon weer uit elkaar. En dan werd die weer te klein. En dus we zijn hard bezig geweest in ons lab. En inmiddels hebben we het dan voor elkaar. Nou, ik heb twee verschillende methodes gevonden. Wat heb je nodig? Je hebt nodig azijn en je hebt nodig bakpoeder. Als je die twee bij elkaar doet, ja, dan gaan ze ruzie maken, joh. Echt, dat wil je niet weten. Nou, we gaan eens eventjes kijken of we de dop eraf kunnen krijgen. Ja, is altijd leuk. Zo. Nou, we hebben hier een fles. Dan hebben we hier een trechter. Die zetten we erop. Dan heb ik hier een flesje met azijn. Nou, dat gaan we lekker erin stoppen. Hartstikke idee. Zo. Nou, dan heb ik nog een trucje. Ik heb hier de ballon. Maar in die ballon, daar heb ik een dop van een fles ingedaan met een gat in de top. Dat ziet er dan zo uit. En ook daar stoppen we weer de trechter in. Ziet er dan zo uit. En de bakpoeder, die heb ik alvast in een bakje gedaan. Ook dat gaat natuurlijk niet vanzelf open. Nou, we hebben hier een bakje met bakpoeder. En dat stop ik in het trechtertje. Oh. Lijkt wel sneeuw. En dan is de bedoeling dat alles in de ballon verdwijnt. Nou, hij heeft er wel. Uiteindelijk gaat het wel lukken. Hij heeft een beetje moeite ermee. Zo. Nou, dan hebben we dus een ballon met bakpoeder. En nu komt de grote truc. We hebben de ballon met bakpoeder. En als we dit op de fles schroeven. Zo. Even goed erop schroeven. Dan komt nu de truc. Want als je nu de ballon omhoog trekt, dan valt het bakpoeder naar beneden en dan gaat er wat gebeuren. Dan gaan ze ruzie maken, joh, kijk. Hey! Ja, ja, oh, het komt zelfs heel mooi omhoog. Woe! Het is de bedoeling dat hij niet klapt, maar dat hij wel steeds groter wordt. Hij wordt nog steeds groter en groter en groter en groter en groter. Nou, zo zie je maar weer. Nou, dat was niet helemaal berekend. Het is dus net iets heftiger geworden dan berekend. Maar ja, dat kan je hebben hè, met een proefje. Het wordt in ieder geval een lekkere rommel hier. Daar houden we ook altijd wel weer van. Dit is de methode met azijn. Maar ik heb nog een methode. En dat is met stofjes die iets minder gevaarlijk zijn. Daar houden ouders altijd wel van. We gaan nog een flesje doen. Dan hebben we hier een fles. En hier heb ik gewoon heel gewoon lauw water. Nou, lauw water. Dat doen we in de fles. Zo. Hartstikke idee. Nou, gewoon lauw water. En nou komt de truc. Ik heb gekocht reinigingstabletten. Nou,
Die worden normaal gebruikt door papa's en mama's die al een beetje op leeftijd zijn en die een kunstgebit hebben. Ja, want die stoppen hun kosters misschien. Ja. Die stoppen dus hun kunstgebit in een glaasje met zo'n reinigingstablet. En dan gaat het helemaal bruisen en schoon worden. En dan hebben ze weer een schoon gebit. Maar wij gaan daar natuurlijk een spectaculair proefje mee doen. Nou, zo'n tablet, die ziet er dus zo uit. En wat ik heb gedaan, ik heb alvast wat voorbereid. Want ik heb 15 van die tabletten, die heb ik dus plat gestampt. En die heb ik in deze ballon gestopt. Ja, nou dan gaan we kijken wat er nu gaat gebeuren. Misschien wel weer net zo gek als met die andere. Nou, daar gaan we hoor. Zo, moeten we even goed erop draaien. Oké. Nou, daar gaan we hoor, jongens. 1, 2, 3. Wow. Komt u maar. Hutsikidee. Oh, daar komt alweer een ballon. En er komt ook een aardige reactie hier. Oh-oh. Ik zie vloeistof omhoog komen. En de ballon die wordt steeds groter. Ja. Nou, het kan nog wel wat spectaculairder. Ja. Nou ja, zo zie je maar weer. Dit was weer een andere methode om een ballon op te blazen. Het gaat dus ook gewoon met lauw water en met reinigingstabletten. Je krijgt er hele leuke gekleurde blauwe vloeistof van. En een ballon die bijna opgeblazen is. Ja. Nou, dat was hem dan. Zo kan je dus een leuke verjaardag creëren. En hoef je helemaal buiten adem te raken met opblazen. Doe je het gewoon met chemische stofjes. Ja, toch. Hè? Nou, dat was het dan voor vandaag. En volgens mij gaat het Kids Worship Team nog een mooi knallend dansje doen. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Met weer een knallend proefje. Doeg allemaal! Heb jij soms een kunstgebit? Draag je zwart of lila wit? Zit je haar weer in de klit? Iedereen in de trein, regen of zonneschijn. Op de fiets en op het plein, het maakt niet uit waar we zijn. Sap of thee? Eet jij pap bij je diner? Zeg je ja of zeg je nee? Is je stofbordje oké? Iedereen in de bus, in de klas en in de church. Ga nu staan, kom en zing. Wij gaan los voor de king, yeah! Dat wij happy zijn, alles is alleen voor hem. Ben je slow of supersnel? Woon jij in een zeepbel? Zet je haar strak in de gel, zit je lekker in je vel. Iedereen die dit hoort, doe nu mee en zeg het voort. Als je chillt, dans dan sport. Give and praise more and more. Op je bike of op je phone, op je tafel in een boom. Geef een huis of bij je oom, in een hut hoog in een boom. Iedereen, maak je klaar voor het feest. Geen gevaar, onze God is hier. Neem de gift van de king, yeah! Dat wij happy zijn, alles is alleen voor hem. Give, give, give him praise. Give, give, give him praise. Give, give, give him praise. Give,
give and praise. Echt wow, 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 oh. Wow, 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 oh. Echt wow, 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 oh. Ga allemaal maar klaarstaan, want als ik tot 3 tel, gaan we met z'n allen jumpen voor onze king. Want het feestje is alleen voor hem. Zijn jullie er klaar voor? Zeg 1, 2, 3, let's go! Wauw, wauw, wauw. Wat geweldig dit zeg. En ja, ik heb eigenlijk wel een beetje treurig nieuws. Want het zit er alweer bijna op voor vandaag. Maar, Buddy, heb jij er ook zo van genoten? Ja, het was weer echt fantastisch vandaag. Maar wees gerust. Volgende week zijn we weer terug om 9:30 met Kids Church TV. En om 11:30 met Kids Church zelf. En denk er ook aan. Stuur je gebedspunt in. En dan zien we jullie volgende week. Zwaai je allemaal. Doei doei! Hallo jongens en meisjes, boys en girls. Het is tijd voor een swingend dansliedje. Swagger! Doe je handen omhoog en doe je handen omlaag. Doe de dab naar links en doe de dab naar rechts. Doe je handen omhoog en doe je handen omlaag. Doe de dab naar links en doe de dab naar rechts. Doe je handen omhoog en doe je handen omlaag. Doe de dab naar links en doe de dab naar rechts. Doe je handen omhoog en doe je handen omlaag. Doe de dab naar links en doe de dab naar rechts. Doe je handen omhoog, doe je handen omlaag. Doe de dab naar links, doe de dab naar rechts. Doe je handen omhoog, doe je handen omlaag. Doe de dab naar links, doe de dab naar rechts. Omhoog, omlaag, naar links, naar rechts. We gaan door. Kom op. Blijf bewegen. Niet moe worden. Jij daarachter. Kom op. Naar links. Naar rechts. En dab. Haha. Tweede stukje. Weer klaar. Kom op. Daar gaan we weer. Ja, jump nu omhoog. En doe je knieën omlaag. En slide nu naar links. En slide nu naar rechts. Ja, jump nu omhoog. En doe je knieën omlaag. En slide nu naar links. En slide nu naar rechts. Doe zo voor onze God. Een fiesta voor onze God. Is goed.
Doe de nini, doe de doekie. En wap.